Hey, Marcel hier. Ja, gezellig. Kom maar naar boven. Kom maar binnen. Marcel heeft Karen alleen nog maar gezien in volledig kostuum, inclusief haar en make-up. Het is voor hem dus behoorlijk spannend hoe de echte Karen eruit zal zien. Hey, gezellig. Ja. Nou, met mij goed, met jou? Ja, alles gaat goed. Wow, mooi. Ik zou zeggen, kom binnen. Ga zitten, wil je een kopje thee? Ja, bedankt. Ik zal ook lekker even mijn jas ophangen. Ja, is goed. Kapstokkers daarin. Karen ziet er heel goed uit zonder outfit. Maar als ik zou moeten kiezen tussen Karen in cosplay en Karen normaal, zou ik zeggen Karen normaal. Ja, ik vind het gewoon leuk uitzien. Het ziet er ook verzorgd uit. Marcel heeft dan misschien weinig ervaring met daten. Hij weet wel dat vrouwen gek zijn op cadeautjes. Hij heeft er ook iets heel bijzonders voor Karen meegenomen. Hartelijk dankjewel. Nou, dit is ook leuk. Ik heb heel veel over deze serie gehoord. Heel veel goed. Ik had hem alleen zelf nog nooit gezien. Hartelijk dankjewel. Ik ben er heel blij mee. We hebben gewoon even wat thee gedronken op de bank. Gewoon even wat gekletst. Stilte, maar ja, misschien is dat ook een beetje omdat je allebei een beetje op gang moet komen, hè? Inmiddels is er bij Marcel wel wat anders op gang gekomen. Waar is de wc? De wc is die deur langs de voordeur. Dank je. Graag gedaan. Dus ja, de natuur roept en dan moet je wel even antwoord op geven. Lukt het? Ja, lukt. Mooi. Oh, dat voelt beter. Dus... Kun je misschien wat meer van je huis laten zien? Oh, ja, als je dat wil. Dan wil ik eerst eigenlijk even mijn slaapkamer laten zien. Daar ben ik best wel trots op. Karen verzamelt van alles. En niet alleen anime heeft haar interesse. Ik ben vooral heel erg fan van ouderwetse spullen en vooral ook klokken. Maar ik moet zeggen, die klokken zijn echt mooi. Ja, dankjewel. Ouderwetse klokken. Ze hebben ook allemaal een andere melodie. De koekoek die doet koekoek. Deze doet dus een melodietje. De klokken waren mooi. Ja, ik kan wel waarderen. Marcel en Karen delen dezelfde interesses. Dus dit zou zomaar eens een hele goede match kunnen zijn. En Karen is ook wel op zoek naar een nieuwe relatie. Hier staat ook een leeg lijstje, Jaris. Voor als het ware, wanneer ik de ware vind. Maar die heb ik nog niet gevonden. Wie weet. Ja, inderdaad. Who knows? Het zou leuk zijn als ik in die fotolijst kom te staan als er iets uit gaat komen. Maar dan valt Marcel iets op waarvan hij niet weet wat hij ervan moet denken. Je hebt handboeien aan je bed zitten. Ja, die zijn er voor de sier, omdat het heel fout overkomt. Dus dat vond ik leuk om te doen. Dat komt inderdaad wel wat redelijk fout over. Dus. Maar nee, zo fout ben ik dan weer niet. Alleen in humor ben ik heel fout. Marcel kan de humor van Karen wel waarderen en ziet mogelijkheden. Karen zou een type persoon zijn die ook voor de maagden kan zijn. Ik heb zo'n punt van dat ik al aan een relatie toe ben, ja.